Hallo ontzettende knoest en welkom dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Bad Guys at School. Ik heb er zin in, laten we beginnen. Allereerst wil ik even kijken naar customization. Want ik zag hier dat je allemaal verschillende pakjes en dat soort dingen hebt. Oh, deze is wel cool. Oeh, leerjasje. Ja, ja. Een ridder. Een clown, what the fuck. Wat is dit dan, ouwe? Holy shit. Ik vind deze wel vet. Laten we deze nemen. Oké, we hebben hem gekocht voor 100 euro's. Nou, we hebben hem gewoon gelijk aan. What the fuck? Dit is echt vet. Oké, dag 5. Kijk hoe we eruit zien. Holy shit. Oh, dikke fans aan. Oh, dat vind ik wel vet. Oké, jump on 5 students with pogo stick. Fucking pogo stick. Holy shit, oké. Waar kan je die krijgen? Waar kan je de pogo stick krijgen? Ik denk niet dat we hem hier kunnen krijgen. Oh, wat is dat? Wat is dit? Gravity weapon? What the fuck? Oh, kijk! Oh, dit is fucking vet, ouwe. Holy shit. What the fuck? Ik weet niet waar de pogo stick is. Ligt die ergens beneden of zo? Kan ik hier ook andere dingen mee pakken? Oh, jammer, nee. Oh, oeh, mamma mia, señorita. Hey, motherfuckers. What the fuck? Oh! Is de pogo stick hier ergens binnen, of niet? Ik ga even kijken of die hier binnen is. Nee, hij is hier ook niet. Huh? Ik kon hier wat mee. Interact? Nou, spannend. Oké, hier zijn de baseball bats. Wat is dit? Touw. Meester Marcel. Oesh. Ik weet niet waar de pogo stick is, jongens. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ik heb echt serieus geen idee waar de pogo stick is. Dat gaat echt hard, ouwe. Ik kan eindelijk wraak nemen op meester Marcel. Recht in zijn kont! Hoppa! Lekker voor je. Dat is voor al die keren dat je mij pakt. Oh, hij zit op het dak. Ik heb echt geen idee waar je de pogo stick kan krijgen. Oh mijn god. Ze staan gewoon hier. We zijn al iets van 4 keer langs gereden of zo. Oh, kijk zo vet. Haha. Hoe doe ik dit? Hoe kan ik erop springen? Oh, yes. Nog een keer. Oh. Haha, tering voor hoofdpijn sowieso. Oh, we gaan echt hoog. Kan ik het nog een keer gewoon bij hun doen? Kom, kom, kom. Oh. Oh, ik wil 2 keer. Ik wil overspringen van de ene is hoofd naar de andere is hoofd. Kom, kom, kom. Oh, bijna. Oké, kom. 1. Oh! We hebben hem. Dit is gewoon mijn favoriete... Fuck it, skateboard. Dit is mijn favoriete voertuig. Oké, wat is de volgende missie? Start a food fight in the cafeteria. Een food fight? Pam, 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 pam. Oh. Oh. Oh, double kill. Oké, maar moeten we dan wat eten gaan gooien? Oh, hij staat... Meester Marcel, hij staat nog steeds op het dak. Fucking vet, ouwe. Oké, kunnen we eten oppakken? Oké.
Oh, dit kunnen we gooien. Sowieso naar vet Joe. Lekker pik. Ik wil nog meer gooien. Oh, hij komt. Nee. Fat Joe, het spijt me. Oh. Je krijgt eten in je bek, hè? Hier, dikzak. Je houdt toch van eten? Hier, wil je nog een pannenkoek? Oh, mis. Oh, oh. Spring. Oh, sorry mevrouw. Oh, oh. Oh, kut. Ik heb het eten niet meer in mijn handen. Oh, shit. Oh, shit. Dit kunnen we maar op één manier oplossen. Eerst... Oh, shit. Ik heb het niet in mijn handen. Fuck. Ze maken me dood. Oké, eerst de stinkbom. Oké. En nu... Oh! Fuck. Wat zijn we aan het doen? Teringleiers. Oprotten nou. Hier. Oprotten. Oké. Kunnen we dit in hun ogen spuiten? Oh, nee. Oh, nee. Oh, ik ben zo slecht. Oh, ik wil op hun springen. Kom dan. Ah, fucking homo. Oh, ik wil op zijn hoofd. Oh, lekker pik. Oké. En nu de firecracker. Oh, zo doe je dat. Hij heeft fucking veel geld gedropt. Pak het. Oh, maar wij hebben ook laag leven. We moeten echt even zo'n ding proberen te vinden. Oh, hier. Hier is de automaat. Oh, what the fuck. Oké, we hebben weer vol leven. Laten we weer naar de bad guys gaan. Oh! Oh, twee tegelijk! Toss a paper airplane into the principal's office. Wat is dat nou weer voor kutmissie? Oké, we hebben papier, volgens mij. Wow! What the fuck doet hij? Waar komt hij vandaan? Pik, wat doe je? Nee, je ging zelf onder me staan. Je krijgt echt problemen hiermee, hè? Je gaat echt problemen krijgen. Oprotten. Oh nee. Oh, hij hebt me. Ik wist het. Wat een teringhoofd. Oké, we hebben in ieder geval een paper airplane. Oké, laten we gewoon op de skateboard gaan, want... Iedereen komt achter ons aan als we ze op hun hoofd springen en zo. Wow, what the fuck deed ik? Hij is dicht. Wat is dit? Oh, we kunnen er wat op zetten. Oké, wat gaan we erop zetten? Kijk eens aan. Helemaal mooi. Oké, maar waarom kunnen we er niet in? Wat doet die? Mag ik geen eens een vliegtuigje in mijn handen hebben? Wat is dit nou? Verdomme. Mag ook helemaal niks hier op school. Nou, daar gaan we weer. Let's go. Hij is nog steeds dicht. Misschien moet ik het vanaf de buitenkant doen. Oké, spring hier vanaf. Oké, waar is zijn office? Ik weet niet aan welke kant zijn office zit. Ah, hier volgens mij. Oké. Wacht, ik wil er eerst wat op schrijven. Oh ja, het staat er al op. Oké. Kijk eens aan. Nou, dat was makkelijk. Steal the ball from the football players. Wat een kutopdrachten. Nou, laten we dat even gezellig gaan doen. Hè? Even langs de voetbalplayers. Geweldig. Kijk, wij zijn niet gek natuurlijk. Wij zijn niet gek natuurlijk. Voordat we dit gaan doen. Kijk eens aan. Nu kunnen ze niet meer achter ons aankomen. Ja, makkelijk kan het niet. What the fuck is dat? Holy shit. Wat is dat, ouwe? Oh, ik wil dat meteen hebben. Waar kan je dat krijgen? Waar was dat? Holy shit, ik wil het echt hebben. Hier is het. Wat is het? Wat is dit? What the fuck? Het is gewoon een jetpack. We kunnen gewoon vliegen.
What the fuck? Dit is niet normaal. Kunnen we ook bukken? Kijk dan, ouwe. We kunnen gewoon overal heen vliegen. Ik wil daarheen. Ik hoop eigenlijk wel dat ze de map groter gaan maken. En dat je naar meerdere dingen kan. Gewoon een grotere stad of zo. We zijn gewoon op de top, ouwe. Dit is toch vet. Oh. Het zou nu echt vet zijn geweest als je gewoon een wapen of zo in je handen kan houden. Terwijl je dit hier hebt. Kan dat trouwens? Volgens mij niet. Nou, want zodra je iets anders in je handen neemt, dan gaat het andere item weg. Zullen we kijken? Oh, shit. Ik dacht dat ik mijn enkels zou breken. Oké, wat kunnen we verder nog doen? Want ik kan nu wel missies blijven doen. Maar we kunnen... We gaan naar de raket toe. Ik wil nog steeds weten hoe ik die aan kan steken. Kan het alleen met een missie? Of kan ik het nu ook gewoon doen? Want vorige keer werkte het niet. Oh, die jetpack is zo vet. Kunnen we erop? Volgens mij kunnen we er niet op. Ik dacht dus, als we hem aan kunnen steken, gaan we er gewoon op staan. Nee, we kunnen er volgens mij niet op. Ah, jammer. Nee, dat werkt niet. Mijn god, waarom verslik ik me altijd op camera? Kan ik hem nu wel aansteken? Ik weet dus nog steeds niet hoe dit werkt. Oké, fire in the hole. Oh, ik ben bijna dood. Zet hem in de fik. Cops are coming. Wat stond er nou? Kan er popo komen? Oh, dat wil ik nog een keer proberen. Wow. Er zit gewoon popo achter me, man. Ibaers. Oké, ik ben geweest hier. Nee. Oh, ze stompen me ook gewoon. Dat denk je wel niet. Hier. Mietje. Kom dan, pik. Hier. Je gaat niks bij mij doen. Hier, ik stop mijn vuist in je reet. Zo, wat is dat voor move, ouwe? Haha, kijk meester Marcel. Kijk hem dan. Oké, we gaan hem wel van het dak afhalen. Kijk eens. Alsjeblieft, meneer. Oh, volgens mij zit hij nu op het andere dak. Waar is hij? Oh, hij is beneden. Wow, ik kan meester Marcel oppakken. Ik kan met meester Marcel vliegen. Holy shit. Hoppa. Haha, gaat naar beneden vallen. Wat een sukkel. Kom dan. Ja, je kan me niet pakken, hè. Kut is dit, hè. Kom dan. Haha, sukkel. Ik wil hem nog een keer pakken. Pak hem. Ah, hij heeft mij gepakt. Fuck. Oké, we gaan nog een missie doen, jongens. Aan de kant, right. Throw firework at the head of the library. Dan gaan we naar de library. Heb ik nog vuurwerk? Kut, ik heb al mijn vuurwerk verspild. We moeten weer terug naar de shop, maar gelukkig heb ik een jetpack. Wow, kijk die file daar. What the fuck? Wat is dit dan? Er staat één lange file. Oh, dit is vet. Ik ga ze allemaal in de fik zetten. Let op, hè. Let op. Kijk. Jeroen, ik hoop dat ze allemaal ontploffen. Holy shit. Jeroen. Jongens, niet te snel. Niet te snel. Kijk eens, jongens. Alsjeblieft. Oh, we zijn dood. Jammer. We gaan samen naar de shop toe. Wat voor chips wil jij hebben? Wil jij Pringles? Wil je paprika chips? Naturel? Godverdomme, wie vreet er nou naturel? Flikker op. Nee, grapje jongens. Als je naturel chips lekker vindt, moet je dat vooral blijven doen. Maar kom niet bij mij in de buurt. Oké, fireworky. Ah, we kopen er gelijk een paar. Hoppakee. We hebben toch nog genoeg geld. Pam.
Pam, 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 pam. Break it down now. Pam, 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 pam. Volgens mij was het hier. Ja, ja. Oké. Okay. Oké, okay, goed in het vizier. Goed in het vizier. Oké. Okay. Dit wordt een no-scope, jongens. Let op. Hohohoho. Alles ontploft. Oh, shit. De popo. Ah, gelukkig. Einde van dag 5. Dus alles komt goed. Ik weet niet voor hoe lang ik al opneem. Ik ben vergeten een timer te starten. Laten we gewoon nog een dag doen, fuck it, joh. Attack the math teacher with a bow. Het zijn best wel makkelijke missies. Ik heb een pijlenboog, toch? Ja. Oh, die komt zo aangelopen. Hallo. Wat wilt u doen? Alsjeblieft. Kom dan. Alsjeblieft, dat denk ik ook. Ga nou maar gewoon omdraaien en loop nou maar weg. Oh, kut. Oh, schiet daar, schiet daar. Oh, 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 shit. Oh, wat een kut. Oh, nog een paar keer schieten. Oh, kijk dan. Oeh, wow, ze hebben tering veel geld op zak. Nou, dat was moeilijk. Get the fire department in here and dive their truck into... Ik weet niet wat deze gast in zijn hoofd haalt, hè, maar deze gast, die is echt ziek. Volgens mij moet hij echt naar een psychiater. Dit kan echt niet goed zijn. Oké, waar was ergens een container? Oh, daar. Oké, deze gaan we even in de fik zetten. Daar komt vast wel de brandweer, denk ik. Hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer weer. Oké, waar zijn ze? Oh, daar. Oké, oké. Snel er naartoe. Oké, wachten tot hij is uitgestapt. En dan pakken we hem. Oh, dit is echt vet. Oh, oh. Kijk, kijk, kijk. Oh, shit. Holy shit. Kan ik de sirene aandoen? Oh, kut. Ik druk op het verkeerde knopje. Oh, shit. Oké, we hebben dus geen sirene, volgens mij. Wat best wel jammer is. Ja, ik druk op allemaal knopjes, maar ik kan de sirene volgens mij niet aanzetten. Dat is wel jammer. Oh, hij draait echt snel de bocht door, hè. Moet je kijken, let op. Holy shit. Kijk, kijk. Je kan gewoon op het allerlaatste moment kan je een bocht nemen, let op. Kijk dan. Holy shit. Oh, kunnen we ook een popo-wagen stelen dan? Dat zou echt vet zijn. Hoppakee. Wacht, ik wil een haai pakken. Oké, waar zijn ze? Daar. Oké, kom hier. Kom hier. Ik heb je. Oké, let op, hè. Let op. Deze nemen we nu mee naar boven. Oké, oké. Doe nu. Ah, dat kan niet. Wacht. Eerst gooi ik deze weg. En dan doe ik de jetpack om. Let op, hè. Kan dit? Zeg alsjeblieft dat het kan. Kan hem niet oppakken met een jetpack. Dat vind ik nou jammer. We gooien hem wel even terug de oceaan in. Zo vriendelijk zijn we dan ook wel weer. Ride into school on horseback. Ik neem aan dat we dan gewoon een paard moeten stelen. Waarom krijgen wij die missie nu pas? Ik bedoel, we hebben al lang op een paard gereden en nu pas in dag 5... moeten we een paard stelen. Oh, wacht. Wat nou als ik in de lucht vlieg? En dan mijn pogo stick ga pakken. Oké, okay, let op. Oké, okay, wacht. Waar staat de pogo stick? Oké, okay, links. Oké. Okay. Nee. Deze. Oh. Ik dacht we gaan ook weer heel hoog omhoog. Omdat we van zo'n afstand naar beneden pleuren. Maar jammer weer. Kijk eens aan. Hij staat al op ons te wachten. Let's go, horsey. Let's go. Hij kan er niet eens overheen springen. Eigenlijk wel logisch, anders hadden die hekken ook geen nut. Fucking dom. Nou, geweldig. Dat hebben we ook weer gedaan. Throw 5 people using the gravity gun. Ik vond het echt eerst een heel leuk spel, alleen... Moet je kijken hoe snel we deze missie hebben gehaald. Let op, hè. Kijk eens aan. Even nog iemand pakken.
Ja, kijk eens aan. En we hebben de missie gehaald. Crush 5 people with the steamroller. Dat hebben we ook al gedaan. Laat me nou gewoon godverdomme even die raket afvuren die daar achterin staat. Man, man, man. Nou, oké, we zijn bij de steamroller. 1. What the fuck? What the fuck is dit nou weer? Oh, dit meen je niet. Kan je hem niet omflippen? Godverdomme. Waarom komen ze nou? Ik moet hem toch omrollen? Altijd weer die politie op je hielen. Nou, waar is nou dat pleurensting? Oh, hier. Oké. Kijk eens aan, dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Kut, ik heb hem gemist. Kijk eens aan, dat is 5. Oké, de dag zit erop. Het waren best wel makkelijke missies, vond ik. Het wordt een beetje eentonig. Ik hoop dat in dag 7 en dag 8 dat we gewoon leukere missies krijgen. En dat we eindelijk die raket kunnen afvuren, want dat wil ik nog steeds. Misschien is dat wel de laatste missie, dat gewoon het hele eiland gewoon ontploft of zo. Het zou vet zijn. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk? Doe het dan niet. Abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer. Tussendoor, tussendoor. 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 Tussendoor, tussendoor.